komt eigenlijk van vroeger al. Het was echt een jongensdroom voor mij om bij de brandweer te gaan. Je zag dan de brandweer door de stad of door het dorp rijden. En dan dacht je van ja, dat wil ik ook. Ik wil ook in die wagen zitten en ik wil ook naar die brand gaan om te blussen. Nou, dat is eigenlijk altijd bij me gebleven. Nou, toen ik 18 was, was ik nog druk met mijn opleiding. Toen heb ik het even vooruitgeschoven totdat ik klaar was met mijn opleiding. En toen ben ik mij gaan oriënteren voor de brandweer. Heb ik me aangemeld bij het Korps op Massum om een informeel gesprek te hebben. Een vrijblijvend gesprek. Om te kijken wat de brandweer allemaal inhoudt. En om te kijken of het ook wat voor mij is.